Maar ja, het ziet er voor ons nog redelijk goed uit, Niels, voor die Iris de Liton. Of zie ik dat verkeerd? Nee, het ziet er eigenlijk allemaal goed uit. In zijn geliefde koppositie, Iris de Liton, de tweede plaats, als een schaduw gevolgd door Durk en Boko. Coltrusha lijkt wat moeite te hebben met het tempo. De tempoversnelling onderweg valt wat terug in de bocht en Giant Starlake ernaast. Maar Iris de Liton gaat nog steeds sterk aan kop. En neemt zelfs nu een lengteafstand van Durk en Boko. Loopt wat naar buiten inderdaad, Rogier, maar het mag de pret niet drukken. Iris de Liton nog steeds aan de kop. Ja, het zou wat zijn als je zo uit de greep van Durk en Boko kan blijven. Dat kunnen er maar heel weinig. Het zijn twee fantastische paarden die hier gaan strijden om de overwinning. Goldrush haar vecht nog voor plek 3. Maar ja, moet alle zeilen bijzetten om die vast te houden ten opzichte van Giant Starlake. Maar laten we eens ons beperken tot dit duel vooraan. Wat een prestatie van Iris de Liton. Van kop af Durk en Boko voorblijven. Die op je rug ligt de hele weg. Dat is knap hoor. De 3 wint voor de 7, dan de 1 voor de 2. En daarachter dan de 6 bolide Senonchoa. Een en ander is voorlopig. Laatste bocht, favorieten maken het waar. Ja, ik sprak mijn bewondering uit, Niels. Dat hij zo Durk en Boko was af weet te houden. Deel je die mening? Ik deel zeker die mening. Iris de Liton aan de kop is slecht te passeren. Zien we ook wel, ook door een Durk en Boko die eigenlijk toch een mooie koers krijgt. Maar we mogen niet vergeten, Durk en Boko, meervoudig gouden zweepwinnaar, hoeft zichzelf niet meer te presenteren. Nee hoor, heeft alles al bewezen. Ja, de start vindt goedkeuring in de ogen van de starter en perfect weg is Goldrush. Ja, aan de binnenkant krijgt ze dadelijk wel de aanval van Giant Starlake. En daarachter zijn ook goed gestart Durk en Boko als mede paard nummer 3 en dat is Iris de Liton. Eén deelnemer heeft een slechte start gehad en dat is Ennius Boko. Die is met Caroline Albers op achterstand geraakt. Kan nog wel wat gebeuren hoor, want de weg is nog lang. Maar ja, het is natuurlijk niet handig om zo aan je race te beginnen. Dus wat dat betreft wordt het voor Ennius Boko een hele moeilijke zaak. We gaan op weg naar de verre linkerbocht en er komt een wisseling aan de kop, want het is daar dat Frans van der Blom de leiding overneemt met Durk en Boko. Krijgt geen rust, want Tom Kooijman heeft inmiddels zijn Iris de Liton in stelling gebracht. Zo gebeurt er van alles in deze beginfase. Komt naar de buitenzijde nu Iris de Liton naar voren, wordt dat een nieuwe leider. En hebben we de 3 favorieten vooraan met Iris de Liton, tweede plaats Durk en Boko, derde Goldrush. Ja, en ik denk zomaar Niels dat het een hele tijd zo blijft liggen, dus jij kan best wel eens een rondje overpakken. Ja, nou, dankjewel. We gaan nog 3 rondes in deze koers afleggen. Het is nog steeds Iris de Liton aan de kop met Tom Kooijman. De tweede plaats hebben we Durk en Boko. Derde positie Ruud Pols met Goldrush. In de vierde positie hebben we Rob de Vlieger met zijn Giant Starlake. Kijken wat hij hem vandaag mee verrast. De vierde plaats is het Thomas Bosch met Fleur Zwageman. Vijfde positie John Dekker met Bolide Senochoa. En als laatste in het veld is Ennius Boko. Paarden komen aan de overkant. En het gaat nog steeds in de zogenoemde ganzenpas. Iris de Liton aan de kop. Op de tweede positie Durk en Boko. Op de derde plaats uw favoriet Goldrush H. Op de vierde positie Rob de Vlieger met zijn Giant Starlake. En nog niemand voelt zijn eigen geroepen om de koers hard te gaan maken. We gaan in een soort boemeltempo gaan we weer voor de tribune van Alkmaar. In deze vierde koers de Televisprijs met nog steeds aan de kop. De nummer 3 Iris de Liton. Rogier. Speelt met de oortjes zo te zien. En eens kijken of hij dat over 2 rondes nog steeds doet. Want we gaan nog 2 volledige rondes afleggen. Met aankop van het veld die Iris de Liton. Direct daarachter volgt dan Durk en Boko. En in derde stelling aan de binnenzijde Goldrush. Ja. Dan is het Giant Starlake. Die weer op een lengte wordt gevolgd door Frans van der Blonk. Zeg ik het goed? Wist dat Thomas? Thomas is dat natuurlijk met zijn Fleur Zwageman. Dat is op dit moment het leidend quintet. En Caroline Albers. Acht de tijd rijp om haar Ennius Boko nu wat naar voren te sturen. John Dekker reageert en het treintje Albers Dekker komt daar in dat tweede spoor naar voren. Maar ja, Caroline kiest toch weer eieren voor de geld. Want vooraan zal er zo langzamerhand wel een keer wat gaan gebeuren. Met die koploper Iris de Liton die vooralsnog geen stroopbreedte in de weg wordt gelegd. En ook Ruud Pols heeft zeker nog niet de ambities om naar buiten te gaan. Maar het ziet er vooralsnog redelijk goed uit, Niels, voor die Iris de Liton. Of zie ik dat verkeerd? Nee, het ziet er eigenlijk allemaal goed uit. In zijn geliefde koppositie Iris de Liton, de tweede plaats, als een schaduw gevolgd door Durk en Boko.
Gold Rush H lijkt wat moeite te hebben met het tempo. De tempoversnelling onderweg valt wat terug in de bocht en Giant Starlake ernaast. Maar Iris de Liton gaat nog steeds sterk aan kop. En neemt zelfs nu een lengteafstand van Dirk en Boko. Loopt wat naar buiten inderdaad, Rogier, maar het mag de pret niet drukken. Iris de Liton nog steeds aan de kop. Ja, het zou wat zijn als je zo uit de greep van Dirk en Boko kan blijven. Dat kunnen er maar heel weinig. Het zijn twee fantastische paarden die hier gaan strijden om de overwinning. Gold Rush H vecht nog voor plek 3. Maar moet alle zeilen bijzetten om die vast te houden ten opzichte van Giant Starlake. Maar laten we eens ons beperken tot dit duel vooraan. Wat een prestatie van Iris de Liton. Van kop af Dirk en Boko voorblijven. Die op je rug ligt de hele weg. Dat is knap hoor. De 3 wint voor de 7. Dan de 1 voor de 2. En daarachter dan de 6. Bolide, Senonchois, een en ander is voorlopig.